Zo'n 75 asielzoekers dreigden afgelopen maandagavond buiten te moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar op het laatste moment heeft de gemeente Oldambt een noodoplossing gevonden. De Eekstehal in Scheemda werd tijdelijk beschikbaar gesteld om de mensen onderdak te bieden. De gemeente Oldambt die kreeg eerder op de avond een dringend telefoontje waarin werd aangegeven dat er geen andere opties waren. Om de opvang te organiseren kwam het Rode Kruis ter plaatse. Zij zorgden voor bedden en andere noodzakelijke voorzieningen. Dit gebeurde allemaal na 10 uur, want de hal was eerst door een sportvereniging in gebruik. Na de opbouw kwamen er bussen naar Scheemda. De tijdelijke opvang was slechts voor 1 nacht. Dinsdagochtend gaan de mensen weer terug naar Ter Apel. De situatie in Ter Apel blijft zorgelijk, waar regelmatig een tekort aan opvangplekken is. Dit zorgt ervoor dat de lokale gemeentes, zoals Oldambt, ad hoc oplossingen moeten vinden om te voorkomen dat mensen op straat moeten slapen.